Hiervoor mij staat de Stadler Form Charlie vloerventilator. Ik ben Barend van Zaakshops.nl en in deze video ga ik met jullie deze luxe ventilator bespreken. Nou, wat wordt er geleverd bij deze ventilator? Een handleiding en natuurlijk het apparaat zelf. Van dichtbij ziet de ventilator er als volgt uit. Wat gelijk opvalt is het aluminium rooster die de bladen beschermt. Deze ventilator heeft een diameter van 50 cm, maar je hebt ook een Stadler Form Charlie met een diameter van 30 cm. Dus die is iets minder groot en heeft iets minder vermogen dan deze. Als we doorgaan naar de achterkant, dan ziet u dat ik de ventilator vasthoud met de draaghendel. En met een vermogen van 36 tot 56 watt is deze ventilator krachtiger dan de gemiddelde tafelventilatoren. Met de draaiknop aan de rechterkant heeft u de mogelijkheid om de drie standen in te stellen. Dat zal ik nu even laten zien. Dus je schuift één keer naar links. Dit is stand 3. Stand 2. En de laagste stand, stand 1. En daarnaast ziet u nog een knop. Met deze knop kunt u de oscillatiefunctie aan of uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat de ventilator van rechts naar links draait. Deze ventilator heeft dus veel vermogen. En door middel van de oscillatiestand kunt u meerdere delen in de kamer koelen. Daarnaast ziet deze ventilator er strak uit door zijn aluminium behuizing. Wilt u deze ventilator bestellen? Ga dan naar ventilatorzaak.nl. Ik bedank je voor het kijken en graag tot de volgende video review.